Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering nummer 76 hier in Oostenrijk. Heb jij de vorige aflevering gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dat kan recht door het i'tje. Klik erop en dus natuurlijk die aflevering verschijnen. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk het belletje aan zodat je geen enkele aflevering meer van mij mist. Like die als jij hem leuk vond, dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me op sociale media, mijn gebruikersnaam is in de beschrijving. En dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie voor de grote prijs van Oostenrijk. Dan zijn we inmiddels aanbeland bij de kwalificatie. Het is hier gewoon behoorlijk nat in Q1. Dat gaat ons misschien wat problemen opleveren. Want we zijn nooit zo goed in de regen. Dus ik wacht gewoon dat we hopelijk door kunnen komen naar Q2. De eerste bocht moeten we extreem langzaam nemen om geen tractie te verliezen. Dan zijn we aanbeland bij het einde van onze eerste run, misschien wel onze laatste run in Q1. En die tijd gaat worden een 1:13.2 op een P1. En dat is ook goed genoeg om door te kunnen komen naar Q. Sorry, wat zeg ik nou weer? Ik ben even in de war. We zijn dus op een andere run. De intermediates. Zijn we een tweede run gaan doen. In Q1. Nog steeds het eerste deel van de kwalificatie. En Lando Norris staat op P6. Wij laten paars in sector 1 noteren. Dat is inmiddels een P17. We staan dus buiten de top 16 om door te kunnen komen naar Q2. Maar daar komen wij dan toch over start-finish. En is het een mooie P1 in Q1. Dus dat zegt nog niet zo heel veel. Maar goed, de eerste klap is een daalde waard. We zijn aanbeland nu wel bij Q2. Dit keer zeg ik nu wel goed. Weer op de intermediates een klein momentje overstuur op de curbstones. Maar dat is niet zo erg. We moeten gewoon geen fouten maken in deze run. En dan komt het allemaal goed. Verstappen naar P2 met een 1.11.1. We schieten daar een klein beetje door. Raakte die binnenkant van de curbstones iets te hard. Maar pakken toch die P1 af van Lando Norris met een 1.10.2. En Q3 verloopt helemaal droog. En dus kunnen wij onze ware snelheid gaan laten zien op dit snelle circuit in Oostenrijk. Geen track limits waarschuwing dit keer. Dat is alleen maar goed om te zien. Laat de paars in sector 1 noteren. 15-5. Kevin Magnussen zet een 1-5-6 neer. En wij komen tot een 1-4-1. Snelste tijd tot nu toe. Leclerc naar P2. Norris teleurstellend naar P4. En we gaan onze laatste run in Oostenrijk. Kijken of we ons nog kunnen verbeteren. Krijgen een track limits waarschuwing aan onze broek. Maar dat is geen probleem. Alles van de onderdelen zien er wat beschadigd uit. Maar die gaan het volgens mij gewoon nog volhouden in de wedstrijd. Er zitten paars in sector 1 neer. Paars in sector 2. Norris nog steeds naar P4. De vlag hangt over een paar seconden uit. En we verbeteren ons naar een 1-1-5. Dat is bijna onder een minuut. En Norris maakt het toch nog goed met een 1-1-9. 3/10 langzamer. Maar weer een 1-2'tje op de startgrid. Dat is goed om te zien. En Norris maakt het gewoon goed in zijn laatste run. Dat is mooi om te zien. En dan gaan we ze opmaken voor carrière aflevering 76 hier in Oostenrijk. We starten vanaf pole position. Lando Norris naast ons. Het is een lange wedstrijd, maar daar gaan we dan. Welcome to the beautiful Styrian Mountains for another chapter in the story of the Austrian Grand Prix. It's one of the shortest laps on the calendar today then, with 7 rights and just 3 lefts, making up the 10 corners of this high-speed circuit. Turn 2 is barely a corner at all. They'll be flat out through there, a left-hand kink into the uphill braking zone of turn 3. Turns 1, 3 and 4 are all potential opportunities to overtake.
It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. The Professor lines up on pole position and Lando Norris lines up alongside. Considering the rest of the grid, we have Hamilton, Verstappen, Alexander Albon and Magnussen, Sainz, Kvyat, Leclerc and Sebastian Vettel, Russell, Gasly, Esteban Ocon and Perez, Stroll, De Vries, Louis Delatraz and Nicholas Latifi. Ireland, Giovinazzi, Matsushita, and Romain Grosjean sits at the back of the grid. Now, it's almost time for lights out, so let's... Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Het doel is dus opnieuw een top 10 finish te behalen. Er kan regen verschijnen in de wedstrijd, maar dat is tegen het midden van de race. Daarna wordt het weer droog, dus de strategie is hier alles bepalend. Daar gaan we dan beginnen voor carrière aflevering 76 van My Team Career Mode. We starten naar pole position, de lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen gewoon prima van onze startplek. Lando Norris komt wat slechter weg, Hamilton zit er gelijk in zijn gearbox. Maar kan die P2 behouden voor het team? Dat is goed om te zien. En iedereen heel door bocht 1 heen gekomen, jazeker. Geen schade gemeld. Dat is goed om te zien. We zitten al paars in sector 1 neer. Je ziet een klein beetje doorrijden wat op die curbstones. Maar dat is geen probleem. Over een kwartier kan er al regen komen. Dus daar moeten wij voor oppassen. We moeten ook oppassen voor de motor dat die niet beschadigt. Maar vooralsnog een prima openingsronde in Oostenrijk. Norris volgt op 14e. Kan misschien hier dan aanvallen. Wij verdedigen die binnenkant en Norris kan nergens naartoe. We zitten zo meteen in ronde nummer 4 van de wedstrijd. En Norris pakt als snelste raceronde van ons af met 1.4940. Is 32.000ste sneller. En Norris keek daar aan die binnenkant, maar wij gooiden de deur daar dicht. En hij moet van vooraf aan beginnen. Jammer voor mijn teamgenoot, gunstig voor ons, want zo kunnen wij wegrijden van Lando. En dat gat is nu al 1,7 seconden, 1,8 seconden zelfs. Dus het gaat richting de 2 seconden oplopen. We zitten in ronde nummer 10 van de wedstrijd. Als het flink bewolkt is op het circuit. Er gaat dus regen komen, de vraag is alleen wanneer. Het gat naar Lando Norris is 2,3 seconden. Dat is wat aan het dichtrijden, zie ik. En Hamilton volgt op 3,1 seconden. Albon naar P4, Sainz naar 5 en we zitten in ronde nummer 11 van de wedstrijd. Alles gaat tot nu toe volgens het plannetje. En in ronde nummer 14 van de wedstrijd schijnen er regendruppels op de lens. Het gaat hier dus regenen. Dat belooft wat spektakel tijdens de pitstops. En dan is de vraag, hoe hard gaat het regenen? Gaat het in één keer naar beneden plensen of gaat het met stapjes? Dat het eerst een aantal minuten licht regent, daarna wat harder gaat regenen en vervolgens dat we allemaal naar de intermediates moeten. Dat kan misschien nadelig zijn voor het team. Omdat Lando Norris dan ook gelijk naar binnen moet en hij wordt dan opgehouden door ons. We zitten in ronde nummer 17 van de wedstrijd. We zitten bijna op de helft. Het is daar geel in bocht nummer 1. Er valt daar iemand stil. Dat is een Alfa Romeo van Nobuharu Matsushita. Die daar is uitgevallen. In ronde nummer 17 naar de intermediates. Maar ik vind dat nog iets te vroeg. Dus we blijven gewoon buiten. Lando Norris blijft ook buiten. En we gaan ronde nummer 18 alweer in. We zitten op de helft. Het is daar geel vanwege Matsushita. We schieten daar gewoon rechtdoor omdat er nauwelijks grip is op die band. Verstappen is naar binnen gegaan. We zitten op het crossoverpunt. Regen gaat ophouden. En we hebben het heel lastig. Norris is naar binnen gegaan voor zijn pitstop. Giovinazzi raast ons gewoon voorbij omdat wij nog op die droogweerbanden rijden.
En nu moeten wij wel naar binnen. Ik denk, ja jongens, die regen die klaart op terwijl we hier een enorme fout maken. We schieten gewoon rechtdoor, hebben gewoon geen tractie in die band. En daar rijdt gewoon Latifi ons voorbij. Dat is Nicolas Latifi, weet ik niet zeker, maar we maken hier weer een fout. En de beide Williamsen van Latifi en de Vries halen ons in. Even terug naar mijn verhaal, omdat Jeff zei, ja die regen die gaat verdwijnen. Dacht ik, hey, ik kan gewoon blijven rijden totdat de baan weer opdroogt. Maar het is geen verstandig probleem en de voorsprong naar Lando Norris is in één keer kwijt. Dat gat is 15 seconden, 14,5. En dus dat betekent dat wij eigenlijk een pitstop hebben weggegooid en misschien die eerste positie hebben verknald. We krijgen de auto maar net genoeg afgeremd. Jazeker. Dat betekent dus dat Lando Norris aan de leiding gaat. In ronde met 20 alweer. Nog 16 rondes te gaan. Dus nu moeten wij de druk bij Lando gaan opvoeren. 2,3 seconden, dat kon sneller. Want een versnelling was niet beschikbaar. Norris dus richting bocht nummer 2. De voorsprong die hij heeft is 5,9 seconden. 6 seconden ongeveer. En nu moeten wij dat dus zien te gaan dichten met nog 16 rondes te gaan in de wedstrijd. En dat kan lastig worden omdat Norris een hele goede coureur is. En wij een auto hebben gebouwd die heel erg snel is. We moeten ook opletten op onze fuel. Zometeen wordt Grosjean op een ronde gezet door ons. We zitten in ronde nummer 26 van de wedstrijd. Als we daar dan uiteindelijk bij Lando Norris zijn toegereden, kunnen we misschien hier een aanval wagen. Dat doen we niet, maar we kijken wel naar die buitenkant. Maar daar was helaas geen plek. We moeten nog even geduld hebben. We stappen dus naar P3. Dat gat is 14,2 seconden. Daar hebben wij geen last van. De druk staat vol op de ketel bij Lando Norris om ons af te houden. En wij moeten die druk alleen maar zien op te voeren. De regen is gestopt. Het is nu nog alleen maar deze natte baan droog rijden. En de druk staat er vol op bij Lando Norris. Maar hij is snel. Loopt wat weg van ons. Maar we remmen hier weer diep naar Lando. En moesten daar even op de rem, want anders hadden we hem geraakt. En dat is een stom momentje voor mij, want daardoor verliezen wij momentum naar die run naar de tweede bocht. En dat gat naar Lando Norris is inmiddels 19e geworden. Hij heeft gelukkig wel blauwe vlaggen van de Williamsen, maar die moeten ook aan de kant voor mij. En als hij dat niet doet, dan denk ik dat we deze race in het putje kunnen gooien. Want dan zijn we gewoon de Sjaak. We rijden wel richting Lando Norris toe. Dat gat is 14e. We hebben een klein momentje overstuur op de exit, maar het is geen probleem. We moeten het hoofd gewoon koel houden. De Williamsen krijgen nu blauwe vlaggen van Lando Norris en mijzelf. En hier kunnen we misschien gaan profiteren. Momentje op de exit. En Latifi moet ons voorbij laten. Latifi, ga aan de kant. Mooi zo, maar we hebben wel wat tijd verloren. Het gat is 19e, 18e ongeveer en krijgen een track limit waarschuwing. En we zitten in ronde nummer 28 van de wedstrijd. Norris gaat een Williams voorbij, dat is Nick de Vries. En de Vries gaat hier weer terug naar zijn normale punt en houdt hier ons gewoon op. De Vries houdt ons op en moet hier gewoon aan de kant. Nick de Vries gaat aan de kant. Ik ben hier niet tevreden mee. Maar remmen wel weer dat punt dicht naar Lando Norris. We moeten een goede exit hebben, hebben maar weinig fuel over. En kunnen hier misschien een aanval wagen voor de leiding in de wedstrijd. We komen van ver en daar pakken we de leiding terug. Nee, want Norris kruist achter ons langs. De baan droogt ook sneller en sneller op. Dus we gaan zo meteen denk ik weer naar die droogweerbanden. Norris is al naar binnen geweest. Ja, en nu zie je, wij moeten dus weer als laatste naar binnen omdat Norris gewoon een ronde eerder naar binnen kwam. En Norris heeft gewoon geprofiteerd van de nummer 1 status. Dat is best wel jammer. Maar goed, het is wat het is. We kunnen er niks aan veranderen omdat Norris gewoon sneller is. Die pitstop
is heel traag. 2,9 seconden. Een gear was ook niet beschikbaar en met nog 6 rondes te gaan, denk ik dat dit het wel is. Omdat wij niet meer naar Lando nog een stuk kunnen toerijden. Want dat gat is 5,8 seconden, 6,3 seconden zelfs. Dus dat kunnen we niet meer dichtrijden met nog 6 rondes te gaan. Of we moeten een extreem goede outlap hebben en Lando moet last hebben van verkeer. Maar ik denk dat dat het niet is. Jammer maar helaas. Gegokt en misgegokt. Zo kun je het zeggen en zo gaat Lando Norris voor het eerst in seizoen 4. En voor het eerst trouwens in seizoen 6. Dat hij weer een wedstrijd gaat winnen. Dat is heel veel wedstrijden geleden. En dus zijn we ook voor het eerst in een heel seizoen verslagen door een teamgenoot. Terwijl Giovinazzi daar gewoon niet aan de kant gaat. Een beetje dom van de Italiaan. Hij moet beter in de spiegels kijken. Maar goed, even terug naar het feit wat ik wou gaan opnoemen. Ja, Lando Norris verslaat ons hier dus. Voor het eerst in seizoen 6 worden wij verslagen door een teamgenoot. Een heel seizoen lang waren we onverslagen. 16 races op een rij gewonnen in seizoen 5. Daar komt dan dus nu een eind aan, omdat Norris die streak doorbreekt. We krijgen een tijdstraf van 3 seconden, omdat ik gewoon nog heb geprobeerd dat snelste race van de punt te pakken. Maar ja, dat vergooi ik hier gewoon weg. Kijk maar, we zijn gewoon 16e langzamer. En dat betekent dat Lando Norris ook dat snelste race van de punt gaan pakken. En wij dus helaas naar P2. We kwamen van een pole position. Hadden een slechte strategie. Verloren ook op de strategie. En Norris wint zijn eerste wedstrijd in seizoen 6. Wij voor het eerst verslagen in seizoen 6. Maar dat geeft niks. We mogen trots zijn op een 1-2'tje. En gaan ons opmaken voor de volgende wedstrijd in Hongarije. It wasn't always plain sailing today, but a very important win nonetheless. Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track. The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection. A shining example of how F1 really is a team sport. Here comes your top three making their way down to the podium for what can only be described as a fantastic day for Formula One. Hierbij dan dus de uitslag. Lando Norris wint dus de wedstrijd. Pakt ook de snelste race op het punt. Wij dus naar P2 zijn verslagen helaas. Verstappen naar P3. En Vettel krijgt Driver of the Day van Anthony Davidson. 98 punten verschil naar Lando Norris. Pakt Verstappen weer terug. Dat is goed. En 148 punten verschil naar Mercedes. Alfa Tauri pakt Red Bull Racing. En Norris pakt dus Max Verstappen terug voor P2 in het klassement. Contract renewal van Lando Norris, dat is gewoon goed. Hij gaat gewoon door tot het einde van het seizoen. Maar goed, deze aflevering zit er wel weer op, mensen. Ik hoop dat je het genoten hebt. Heb je genoten, bedoel dan zeker met een like. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Creamer content. We hebben de 90 abonnees aangetikt. Laten we pushen naar die 100 abonnees. Dus ben je nieuw? Abonneer dan voor meer. Like het video als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Reageren wat er verbeterd kan worden op deze aflevering. Volg me op sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was het journal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. Ga verder in Hongarije.